Dimitri van den Bergh, je hebt de prijs in de hand. Tweede World Series toernooi op een rij. Wat betekent dit voor jou? Ja, vooral een droom dat ik niet had verwacht. En ik heb het verwezenlijkt. Ik heb elke wedstrijd opnieuw gedacht aan mijn kleindochtertje die ik thuis heb gelaten. Aan mijn vrouwtje die ik volgend jaar ten huwelijk ga vragen. Ik heb zoveel mooie dingen voor mij staan. Nu ineens heb ik een mug voor mijn gezicht. Die wil ik niet meenemen. Maar wauw, ik ben aan het genieten, jongens. Dames, heren, ik ben aan het genieten. Ja. Als Belg moest je in Nederland spelen tegen alleen maar Nederlanders. Ja. Ook nog in die finale tegen Dirk van Duijvenbode, publiekslieveling. Hoe was dat? Was dat lastig voor jou? Ja, absoluut. Maar lastig is op dit moment niet echt het woord dat ik wil meegeven. Ik ben begonnen tegen Ron Meulenkamp, gevolgd tegen Jermaine Watimena, dan Danny Noppert, dan Dirk van Duijvenbode. Ik heb elke keer opnieuw tegen een Nederlander moeten gooien. Elke keer opnieuw heb je het besef van, je gaat tegen iemand gooien dat het publiek met zich mee zal hebben. Ja. Ik begrijp dat ook compleet. Ik heb geen enkele moment het gevoel van, oh, ik mag jullie allemaal niet. Dat heb ik niet. Waarom? Ik snap goed genoeg. Ze willen hun, ja, hun nationaliteit, hun trots, zie je op het podium spelen en ze willen hun ja, ondersteunen, zodat ze het kunnen winnen. En ik heb gewoon 4 keer op rij kunnen tonen dat ik net iets sterker kan ja, performen tegen hun allemaal. En wauw. Weet je, het werd elke keer opnieuw lastiger en ik heb toch heb ik die trofee in mijn handen. Ja. Bizar. Ik ben echt heel trots en alle respect voor elke tegenstander opnieuw. Het was niet makkelijk, maar mentaal moest ik er keer op keer heel hard staan. Ja, en mentaal ook over die finale. Hè. Iedere keer, je bent natuurlijk een speler die hè, een stapje terugneemt, even ademen. Maar nu dan met dat Nederlands publiek, op een gegeven moment begonnen ze flink te fluiten ook. Ja. En jij kan natuurlijk ook verstaan wat ze allemaal naar je roepen. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Oké, eerlijk is eerlijk. Ze hebben nare dingen naar me toe geroepen. Maar ik heb tegen mezelf gezegd van, jongens, jullie proberen me gewoon uit mijn spel te brengen. Dus ik zeg tegen mezelf, lekker rustig aan, focus, laat je niet gek maken. Ik snap dat ze Danny willen zien winnen, Jermaine, Dirk in de finale. Ik snap het helemaal, maar ik dacht bij mezelf van, ik ben hier maar voor één taak. Ik ben hier niet om jullie blij te maken, maar ik heb thuis een klein dochtertje. Ze is 7 maanden jong, ik heb een vrouwtje. Ik wil met hun een mooie toekomst maken. Dus ik ben echt zo van, focus op je werk. Geen enkel moment heb ik onrespectvol gevoel gevoeld naar mijn tegenstanders. Want ik weet van mezelf, ze zijn geweldige mannen. Maar je moet hier gewoon komen om te winnen, niet om het deelnemersveld groter te maken. Ja, ik heb hem in mijn handen. Bizar. En ik ben super trots. Echt waar. 100 gemiddeld gooi je al in de halve finale. De finale ook weer een hele goede wedstrijd. Is dit de perfecte voorbereiding met die beker in je handen voor de World Matchplay? Ja, ik heb een interview gedaan voor het toernooi starten en ik zei van kijk, ik heb geen bang. Ik heb momenteel ook geen twijfel. Waarom? Mijn leven gaat gewoon mooi. Ik ben aan het genieten. Ik heb een mooi dochtertje. Ik heb een geweldige mooie vrouw die alles doet voor me. Terwijl ik lekker ga darten en ik probeer haar nu en dan een keer mee te kunnen nemen. Ja, alles loopt gewoon lekker. Ik heb een geweldige manager die helpt me thuis. Alle support dat ik nodig heb. Ja, ik hoop gewoon dat ik dit kan verder zetten. En wie weet kan ik mooi de World Matchplay verdedigen op een ja, heerlijke manier zoals ik nu aan het doen ben. Dankjewel Dimitri en blijf genieten. Dank je, dat ga ik zeker doen.